Welkom bij Vivla Seine, een podcast van Pix, waarin een bekende acteur of regisseur ons telkens backstage meeneemt in de wondere filmwereld. We praten over van alles, over interessante kijktips, ervaringen op de set en toekomstige projecten. Ik ben Lisa, jullie host, en naast mij zit Rick. Welkom Rick. Hey Lisa, welkom uh, jij ook in je ja, eigen podcast. Dank u. Uh, Ja vandaag ook weer een fantastische gast hier aanwezig. Uh, ik ken ze vooral uit haar uh, schitterende rol die ze heeft gespeeld in de 12, maar ze heeft nog veel meer dingen gedaan. Ik denk dat veel dichter komen in Vlaanderen niet tegen Hollywood, maar misschien moet je de kijkers niet langer in uh, spanning houden. En... We kennen haar vooral van de aangrijpende film Het Smelt, um, die onlangs in de cinema was gekomen. Um, maar ze heeft in veel dingen meegespeeld: Vriendinnen, uh, Grond, De Twaalf inderdaad, uh, Little Black Spiders, Professor T, um, Achter de Wolken. Maar binnenkort is ze ook te zien in de nieuwe politiereeks Juliet op VRT1. Welkom Charlotte Brennen. Hello. Hi. Hoe hey. voelt je vandaag? Goed, goed, ik ben blij dat ik hier ben. Ja. Ik, uh, ik uh, vind het altijd leuk als ik een excuus heb om heel lang over uh, films te praten. Ja. Um, dus uh, ja, ik heb daar zin in. Wij ook. Merci om mij uit te nodigen. Ja, leuk dat je hier bent. En je hebt ook uh, leuke filmtips meegegeven. Ja, dat vind ik ook. <laughs> ook allebei in onze filmcatalogus, de P Proximus VOD-catalogus. Ja. Um, ja. Anatomie doen shoot was ja. een filmtip van u. Ja. Uh, moet ik daar al over vertellen? Ben, je mag je vertellen? Ja, maar over gaat het film eigenlijk? Want hij is te zien in onze VOD-catalogus. Uh... Uh, dat is sowieso een heel recente film, uh, is nu ook genomineerd voor veel Oscars. Ja. Veel prijzen gewonnen op de European Academy Awards. Dus uh, ook in Cannes. Dus echt wel een film die zo het droomparcours al heeft gedaan van het jaar. Uh, en mijn reden, omdat dat... Dat is een film geregisseerd door Justine Triet. En Justine Triet is een regisseur die ik al heel lang... Uh, al heel lang. Ik, ik vind dat hij heel interessant werk maakt. Die maakt eigenlijk altijd films um, over personages die in een soort van hyperstress-situatie terechtkomen. Het gebeurt ze toevallig en het overkomt ze. Het is nooit echt heel erg uh, echt sensationeel. Of, ja. ja, voilà. En dat is niet hetzelfde met Anatomie Doen Shoot. Dat, dat is eigenlijk een vrouw die aan het begin van de film valt haar man van het dak en die is dood. En uh, zij wordt beschuldigd van moord. En dit is geen spoiler, want de film begint bijna zo. En de hele film gaat over heeft ze het gedaan of niet. Dus dat heeft, dat heeft iets mega straightforward en simpel. Maar wat de kracht is van die Justine Triet, is een ongelooflijk sterk. Uh, en rijk gevoelsleven aan haar personages geven. En je zit zo in die relatie. Dat is eigenlijk ook een. die film gaat eigenlijk nog veel meer over wat het betekent om lang samen te zijn met iemand, wat dat liefde met u kan doen. Wat dat ook li wanneer liefde ook in haat kan omslaan. Uh, ook wat dat mij daar ook heel hard in aantrok, was de discussie van twee artiesten die een relatie hebben en mijn kind en, en de. de um... De wrok de die daar ook in kan ontstaan. of Alleen niet dat ik in die situatie zit, maar we bedoelen een soort van. Ook een film die heel erg gaat over. Hoe geef je elkaar binnen een relatie vrijheid? En die twee hadden daar heel veel ruzie over, ook, die man en die vrouw. Maar ook tegelijkertijd, en dat is super interessant, vind ik. Dat proces gaat over. Uh, dus je zit op een bepaald moment, je ziet daar echt zitten in de rechtbank. En dat proces gaat echt over het feit dat zij ook al geschreven heeft over een vent vermoorden, over gewelddadige episodes. Dat zit gewoon in haar boek. En ze gebruiken op een bepaald moment haar boek als bewijs dat zij dus wel iemand is die daarover nadenkt en daar dus waarschijnlijk ook wel schuldig aan kan bevonden worden. Wat dan natuurlijk totale bullshit is. Want jij mocht... Allee, als ik schrijf voor een moord, betekent het niet dat ik een moordenares ben. Um, maar ja, dus het is ook qua... op dat vlak, dus zo morele thema's. en... Wat betekent kunstenaar zijn? En zijn er dan volledig vrij in uw kunst of wordt het dan plots ook wel tegen u gebruikt als het puntje bij Paaltje komt? Zo zitten heel veel, uh, veel lagen in die film die echt wel. Ik vond, en wat ik eigenlijk, uh, het, 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 misschien wel het allergrootste aan die film, is ook gewoon Sandra Huller. Een ongelooflijke, misschien wel dé actrice op wereldvlak van het moment, vind ik. Um. Ik denk ja. dat ze ook prijzen heeft gewonnen met, uh, of, of, of genomineerd. Is, uh... Ze is zeker wel, ja. Genomineerd, maar ze zit ook in een andere film die ook voor een Oscar is genomineerd. Ja, de Zone de Zon... of Interest, ja. die heb ik gisteren toevallig gezien. Oh my god. Ziet er ook oh. heel goed uit. Ja, ik denk dat we nog een kijktip hebben, want waarover gaat de Zone of Interest dan? Ja man, maar daar kunnen we echt ook heel lang over praten. Dat we is betreft... de nieuwe film van Jonathan Glazer, nee. uh, wat ik sowieso een mega interessante regisseur vind. Um, ik weet niet of je ooit Under the Skin hebt gezien met Scarlett Johansson, die een soort van rare alien speelt in Ierland. Nee, het klinkt oh, interessant. Maar... Dat is nee, een nee, maar ja, nog, ja. nog een kijk. Oh, goed, vanavond ja, kijk vanavond kijken dus. Uh, maar dus Sandra de Sandra Hullers, de, de Zone of Interest, gaat over iets totaal anders. Dat gaat over een familie die woont naast een Auschwitz, het kamp van Auschwitz. De man is de SS-admiraal of generaal en dus de familie heeft het. Het paradijselijke ja. huis met mooie tuin. Maar echt de muur daarnaast is het kamp. En gehoord. En dat is heel straf aan die film. Maar Je die zit... speelt nu in de, in de zalen, denk ik, die film. Ja, ja, ja. ja, ja, hij is ja, nu ja in ja. de cinema is Tuurlijk, de ja, de cinema. Ja, 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 ja. Maar dus daar speelt zij de vrouw die eigenlijk mega blij is met eindelijk in een, in een mooi huis, met een mooie tuin te wonen. En... Maar wat Jonathan Glazer met die film doet, is veel meer dan dat ik nu zit te zeggen. Dat is ook. Dat gaat zo over. Dat we, um... we ons zo gedicht doen voor, voor man. En, en, ja, ja, ja het van alles. Het je, ja, ja, voilà. Hij pakt direct al die metaforen mee. En, mm -hmm. um, en wat dat die doet, eigenlijk is de hoofdrolspeler van die film, de soundtrack. Ik vond dat ongelooflijk wat hij heeft gedaan met geluid. Ja. Um, maar dus voilà. Dus inderdaad, die actrice is echt wel. zit echt wel in twee. Dat is misschien wel de. De droomcarrière in de zin van zo. Allee, bon, de droomcarrière is stom om te zeggen. Maar dat is wel straf hoe, hoe dat, dat twee werken zijn naast elkaar. Die zijn zo hyperrelevant. Dat is wel echt een droom. Mm -hmm. dat die ja. die staat achter twee dingen die echt wel heel erg belangrijk en mega goed zijn. Het... En ze is ook zo grappig. Die vrouw heeft zoveel humor. Ja. Is dat nee. ja? Ik, ik herinner ah. me vooral een, een, een scène uit um, uh, An Autonomy of a Fall, eh. ja. um, uh, waar dat ze. In een flashback, denk ik, kwaad is op haar, haar man. Ah, haar man ja. uh, maar de kracht die ze dan, die ze dan heeft, als ze zegt van ja, je bent helemaal geen slachtoffer. Ja. Uh, helemaal niet. Uh, je bent hier veertig en je doet of dat je geen kansen krijgt. Ja, en, krijgt... Ja. en de kracht die dat daarbij vrijkomt, is wel zeer intens. Het komt wel over, want ze gaat echt van, Stop, van zacht, maar dat ze zegt, zacht begint, naar een, naar een ontploffing, uh, iets ongelooflijks. Maar ik vind dat wel, ik vind die, die soort punten in die film super interessant. Omdat het daar ook heel erg gaat over het verschil tussen mannen en vrouwen. En op carrièrevlak. En en je zit in een progressief koppel die daar eigenlijk heel de tijd probeert in gelijk te trekken. En zij neemt hem op een bepaald moment kwalijk dat hij dan toch stiekem voelt. En nu komt dan toch de rekening of zo. Voor de tijd die ik voor mijn carrière heb opgeëist. En zo, ik voel wel in mijn omgeving ook. Dat zijn mensen in mijn omgeving die in, die in langere relaties zitten. En die dat ook proberen gelijk aan te pakken. Dat zijn echt herkenbare discussies. Dat in die film gaan die natuurlijk. Heel ver, maar zo het ding van, we gaan, het is heel makkelijk om te zeggen, we staan gelijk in een relatie en we mogen, we, we nemen niets kwalijk, we hebben een kind en we zijn evenveel weg en soms werkt nee, een keer wat meer dan een andere en wij zijn daar in die balans vinden zonder daar kwaad op te worden over elkaar of daar toch een soort van rekening van te houden van en op een dag die inderdaad te presenteren, gelijk dat hij dan eigenlijk een beetje op dat moment doet. En zij daar dan ook, vol, volgens mij, mijn reden wel heel erg kwaad op wordt. Um, ja, ik vond dat super interessant aan ja. die film. Dat is zeer menselijk natuurlijk, om, om, om dat gevoel te hebben. Natuurlijk. Er ja, zitten heel veel spanning. En in. En en hij is ook zeker geen bad guy. Het is, het is een heel uh, interessant personage die ook... Dat vind ik ook altijd het leukste als je naar films kijkt waarin dat je iedereen wel begrijpt of zo. Ja. 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 mag niet, Lisa, sorry. Nee, <laughs> <laughs> ik kan gewoon al de hele tijd zeggen dat, dat eigenlijk... Ik vond dat ook frappant dat als ze in de rechtbank is, dat dan uh, de advocaat van de, van de tegenpartij mm. heel. Ik vond die super aanvallend continu. En dan ook zo, haar seksuele geaardheid komt er dan ook zo bij. Yeah. Wordt eigenlijk nooit geloofd, omdat er dan op die dag, waarop dat hij uh, ja, gevallen is, mm. dat ze dan een, een persoon bij haar had, een student die een interview kwam, kwam doen. En dan wordt er zo continu gehind dat zij aan het verleiden was. Yeah. En zo. Yeah. Ik vond dat zo. Ja, dat was super fel, gewoon, hoe dat hij dat zo niet los liet, die advocaat. Ja. En hij niet wil geloven. Dat is waar. Maar het, het ja, doet zo. me ook heel hard denken aan, aan een reportage die op HBO of Netflix, of ik, ik wil het kwijt zijn, maar dat noemt The Staircase. Ja, is dat is Waar, waar, uh, waar een, 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 een vrouw van een trap valt, of dat weet dat, het is echt gebeurd, en waar dan ook in het hele Amerikaanse rechtssysteem wordt gezocht naar, ja, heeft die man daar iets mee te maken, of is hij echt gevallen? En het gaat dus door een hele, hele justitie-molen, zal ik maar zeggen. Mm. En Waar we eigenlijk constant blijven gissen naar, ja, is hij nu schuldig of is hij nu niet schuldig? Mm. Maar er zijn elementen, want zij is ook in, in de film, uh, is hij ook biseksueel, de, ja, de, ja. de vrouw. En de man in de staircase is ook uh, homoseksueel of biseksueel. Mm. En ze vinden die porno daarvan op zijn computer, wat hem direct schuldig maakt. Wat hem direct van ja, dat kan niet, je wou die kapot omdat je homo bent. en dit ja, en dat. Nee, ja, ja. ze wist daarvan dit en dat. Dus dat is ook zo inderdaad. Het, het, het Life imitates art en zeer hard in dat geval. Ja, en ook wat, dat er, wat dat er straf is aan het hoofdpersonage in of a Shit is, dat, dat is. Of, ik vind dat Justine daar in haar film heel erg mee speelt. En eigenlijk Sandra Huller ook als actrice met een soort uh, mening die wij vormen over personen die in, in het eerste. Uh, zicht eigenlijk niet zo fijn zijn. Allee, of ze is soms te luid. Ze is inderdaad een klein beetje irritant in het begin van de film en zo'n beetje te luid aan het lachen en zo wat. Uh, ze, ze durft haar hoofdpersonage een beetje antipathiek maken, soms lichtjes, um, ja, ook wel met een bepaalde arrogantie soms. Ze zegt ook dingen tegen haar vent die niet oké okay zijn soms. Dus er is zo een, en daardoor ook wel een grote menselijkheid, maar ook wel dat gevoel... En zeker in fictie als kijker zijn we daar, voel ik mij daar toch vaak schuldig aan. Dat als je iemand niet super leuk vindt, dat je die direct ook schuldiger vindt ofzo. Ja. Ja. En, en dat vond ik trouwens het grappige. Maar eigenlijk in The Way was de twaalf daar ook al mee aan het spelen ja. met Maike Kafmeijer. Die soms ja. zo, als ze dat speelde, soms een heel antipathieke kaart kon trekken. Soms een beetje te cringy emotioneel. Of dat je denkt: Ach, oh, ik vind je nu echt niet leuk om naar te kijken. En dat is juist heel fijn dat, dat ze dat gedaan hebben. Dat Wouter en Maaike die kaart hebben getrokken. Want dat voelde direct zo. Ja, bon, uw mening die vervormd wordt door gevoel. En Het niet verandert door feit. ook. Continu. Je weet echt niet of ze schuldig is. Want ja, wat nee, denk jij dan? Dat maakt me eigenlijk niet uit. Mm -hmm. Ik geniet van, dat, van ja. dat experiment. Ik ben niet zo'n kijker die dan. Ik heb dat nooit gehad, zo van. Maar heeft het nu gedaan, of niet? Ik weet dat niet. Ik vind eigenlijk niet erg dat ik dat niet. Het is ook de bedoeling van de regisseur wel. Want uh, ik weet dat Sandra dan. Ja. Nou, ik, ik kan haar goed. Maar Sandra. <laughs> Sandra had dat gevraagd. Sandra en Justine hebben daar ja. bij mij over. Geplaat. Ja, ik heb ook gebeld. <laughs> um, nee, en Sandra Sorry. zei van um, en, en ze vroeg aan Justine: is ze schuldig of niet? Of kunt je mij bepaalde tips ja. geven hoe dat ik dat kan weten of, of beter spelen? En Blijkbaar dat de regisseur gezegd van, nee, ik, ik ga je dat niet zeggen, want je moet een bepaalde onschuld ook spelen en ja. we gaan het gewoon niet weten. Dat is wat dat Wouter Bovijn met Maaike ook gedaan heeft. Ze wist dat ook niet of ze schuldig was of niet. En het grappige is, ik heb dat zelf gespeeld, ik ben het ook vergeten. Ik ben vergeten of zij schuldig is of niet. Ik weet het nog wel, maar we zullen geen spoiler geven. <laughs> Uh, want ik heb er heel ja. graag naar gekeken. Ja, uh, maar. Uh, er... ah, je wel, ik weet het terug. Jawel, ja. Dus, ja. Ja. Bon, ja. Maar uh, je had nog een, uh, nog een film doorgegeven? Ja, uh, Le portrait de la jeune fille en feu. Heel goed, heel mooi. Ja, perfect. <laughs> ik heb er al veel op geoefend. Dat is echt geen makkelijke titel. Nee. Als je die rap pas Portrait Portrait la jeune fille en feu. Ja, Of in het Engels: Portrait ja. of a Lady on Fire. Ja. De, ja. De, de, de fille en feu. Ja. Uh, ja, ja. Waarover gaat dat? Waarom heb je die gekozen? Ik heb die gekozen omdat die echt een hele diepe, diepe indruk op mij gemaakt heeft. Ik ben zot van die film. Er is heel veel in die film dat samenkomt voor mij. Um, sowieso Adele, Hanel. Ik ben daar echt zot van. Ik vind dat een ongelooflijke speler. Tegelijkertijd... Um, wat ik heel, dus die, wacht, voor de luisteraars en de kijkers. De film gaat over... Uh, het is epochstijl, maar het wordt eigenlijk niet echt gespecifieerd of dat dan nu begin, dat is zo ergens begin 19e eeuw. Ja, het is 19e eeuwse periode. Op een eiland. Ja. Uh, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit in welk. Maar dus het is de tijd van vrouwen worden nog altijd eigenlijk in een regeling uitgehuwelijkt enzovoort, etcetera. En de film gaat, daar heeft de film als motor. De film gaat over: er moet een portret geschilderd worden van een meisje die gaat uitgehuwelijkt worden. Uh, en die, de, 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 gang, de ding dat dan gedaan werd, was er wordt een portret geschilderd. Dat portret wordt opgestuurd. Die mensen kijken ernaar, die zien dat portret. en zeggen: Ah, oh, dat ziet er niet slecht uit. Oké, okay, het is goed, we gaan trouwen. <laughs> zo. Dat is, maar dat is echt waar, want het is daarmee dat de Vlaamse um, primitieven. Ja, maar dat yeah. is echt waar, want het is dat de Vlaamse primitieven zo populair zijn geworden. Omdat dat vaak hofschilders waren. Omdat die dan meer gedetailleerde portretten konden sturen naar de dames, En als ze minder gecatchfished zouden zijn. Dus die werden gestuurd naar een hof. Maak daar eens een schilderij van. En dat realistisch. Die, ja, zo realistisch dat ik mij niet mogelijk. Bedrogen voel. Dat ik kan ah, niet met niet ja. dat als ja, ik ja. ze laat afkomen, dat ik weet, ah ja, die ga ik trouwen. Dat is de moeite. Yeah. Zo maar films dus, met portretten. Wat ja. dat heel. Ja, inderdaad. Ja, we kunnen het uh, ons niet melden nu, deze film. Deze wat, heel, wat heel schoon is aan die film, is dus de, de, de kunstenares die komt. Is dus, het is een vrouw die, die komt om het schilderij te maken. Haar vader was al een schilder die dat deed en zij heeft die kunst overgenomen. En zij komt toe op dat eiland. en... Ja, bon, kort door de bocht, die twee vrouwen worden stapelverliefd op elkaar. Maar op een heel trage, en spannende, en fucking sexy manier. En, en dat je gaat allemaal, en omdat dat, dat portret staat daartussen. Dus je hebt sowieso op filmisch vlak dat kijken naar elkaar, kijken naar hoe dat zij eruit ziet. Tegelijkertijd. Maar ja, bon, ik wil ook niet heel de film spoilen. Maar er is ook een soort van secrecy, want eigenlijk wil die vrouw al lang. Die, die vrouw die moet geschilderd worden wil eigenlijk niet trouwen. Dus ze moet eigenlijk stiekem dat schilderij maken van die moeder. Dus ze zit ook overdag dan zo. Overdag kijkt ze naar die vrouw en bestudeert ze. Oké, okay, die knie, die, die, okay, die kind gaat zo. En dan s'avonds tekent ze ze snel en dan. Dus het gaat heel erg over bestuderen en details van een gezicht. En ondertussen gewoon compleet verliefd. Wat ook op zo iemand. sexy is eigenlijk, want ze ziet die continu. En ook, je zit stil. Ja. Oh, dat vind ik, de spanning zit inderdaad in die stille. Want het is eigenlijk wordt er niet zoveel gepraat. Nee, het is heel veel. Ja, ja het is waar. Er wordt niet zoveel gepraat. En het is heel veel. Er hangt heel veel spanning en ook argwaan in de lucht. Want, want het per personage van Nadal Hanel is erg argwanend naar elke bezoeker die er al geweest is. Uh, en zij, uh, gespeeld door Noemie Merlant, die trouwens ook fantastisch is. Uh, ik weet de naam van het personage niet meer. Maar zij komt toe en zij is ook echt op haar hoede. Maar daar zitten... Bijvoorbeeld, er is daar één scène in dat ik echt totaal van overdonderd was. En dat is een scène dat ze op het strand staan. En uh, dat, uh, dat Adèle Hanel haar kleed in brand vliegt aan het kampvuur. En er staan allemaal vrouwen rond die ook een lied aan het zingen zijn op dat moment. En dat heeft zoiets... Ook in geluid is dat heel schoon aangepakt, omdat dat weggetrokken is en dat is plots een studiogeluid dat daarover zit. Dus dat is heel surrealistisch plots, of bijna magisch-realistisch. Maar je snapt die sfeer zo erg en ik, ben zo, ik vind dat zo straf als je als filmmaker een heel eigen, originele stempel kunt plakken op filmtaal, maar dat dat toch niet te arty of te traag is. Voelt en dat je toch helemaal op een trein van een film zit en die twee samen. Wow, dat is echt. Ja, want het is traag, maar het voelt niet zo, want nee. je geniet echt van elke seconde. Ja. En inderdaad, het schone zit hem in het feit dat ze dat niet toelaten, maar dan toch wel toenadering vinden. En, en dat er iets ja, ontluikt. Of het is zo echt zo het. Het ontstaat en is eigenlijk deel. Maar ja, en gewoon ook... Alleen, we kennen het allemaal wel, maar de erotiek van iets dat niet mag, is zo fucking Ja, dat, dat is het spannendste. Dat, dat is gewoon heel die film brand daarvan. Dat is zo, het brandeffect. Oh ik wil, ik wil alleszins al kijken oh. naar de film. Ik wil alleszins al kijken. Maar dat is... Oh, het is ja. zalig. Het is ja. Zo, ja. zo schoon. Ik heb hem al drie keer gezien, denk ik. Omdat ik gewoon zo de eerste keer zo ja, overdonderd ben. En dan zo om de ik, wel denk... Oké, okay, maar ik ga nu nog een keer kijken en echt... Scène na scène en bewuster kijken naar hoe heb dat heeft gemaakt. En het is wel... Er is ook een hele, hele mooie, voor wie dat erin geïnteresseerd is, een mooie talk van, of speech op de... Ik denk BAFTA's Celine Sciama, de regisseur, spreekt over, hoe dat die film, over haar schrijven en eigenlijk ook aan de hand van de film legt ze uit hoe dat zij schrijft. En dat is wel echt, ook als je totaal niet geïnteresseerd bent in schrijven, wel echt een mega... Schone manier om, om een inkijk te krijgen in hoe beginde je eigenlijk aan? Hoe je daaraan? Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, ja. Want ik heb gelezen dat zij, dus de regisseur Céline, is bezig aan iets nieuws. Ze is mm -hmm. aan het schrijven samen met die actrice Noémie Merlin, denk ik. Zalig, dat Ze zijn samen aan iets nie. bezig, dus. Cool. Nu, je hebt ook uh, over het laatst uh, in een film gespeeld, uh, Het Smelt, uh, geregisseerd door Veren Bates. Ja. Ja, kan je ons daar iets over vertellen eigenlijk? Ja, hoor. Ja. <laughs> veel. Nee, maar zei, wat, wil, wat wilde ik graag dat ik daarover vertel? Ja, er is, ten eerste misschien, ten eerste misschien, zijn veel manieren dat... om erin te oh, ben, duiken. Ten eerste misschien, waarover gaat het? Hè? Het mm. is een boek van Lise ja, uh, Spitt. Spit. Het Smelt is, is een boek geschreven door Lise Spit uh, Ondertussen, hoe lang zit dat geleden? zijn Ik denk dat dat 2016 is. Ja, dus dat is wel even geleden. Acht jaar, hoor. Dat was een uh, mega succes in Vlaanderen. Dat is een boek dat gaat over iemand die... Een groot misbruik heeft meegemaakt als uh, jong meisje. En die uh, tegelijkertijd, dus je krijgt eigenlijk dat verhaal mee, maar je krijgt tegelijkertijd ook een, uh, het verhaal mee van een, een soort van wraakactie van de volwassen Eva. Eva is het hoofdpersonage. Die dus, speel je. Ja, ik speel de, de volwassen versie en heb de Rosa die de, die de jonge versie speelt. Um, ik heb, daar zoveel over te, ik heb daar al veel over gepraat de laatste maanden. Ik praat daar ook graag echt veel over. Maar er zijn verschillende manieren om dat aan te pakken. Ik weet niet, ik, ik, ik vond als acteur bijvoorbeeld een mega schone kans. Ja. Um, ik denk ik, de casting, dat vind ik ook super interessant. En yeah. daar zijn ook heel ja, veel goed. complimenten op gekomen. Yeah. Maar Veerle is lang op zoek geweest naar de jonge Eva. Door workshops en zo heb ik yeah. ergens opgevangen. Yeah. En dan zijn ze naar de oudere Eva op zoek ja. gegaan. Heb je workshops met Rosa gehad dan, om samen... Ja, en wij hebben... Um... Ja, hoeveel keer zouden we afgesproken hebben? Maar ik herinner mij wel, zo de eerste soort van casting die ik gedaan heb, was echt zo, Rosa en ik, die elkaar wel voor het eerst zagen en dachten, wat the fuck, we lijken wel echt op elkaar. Want het is wel echt fel. Allee, het is wel een, een goede vondst geweest voor de film, is dat echt wel goed. Um, Anne Willems heeft dat trouwens samen met Veerle gedaan. Echt. Maar eigenlijk niet alleen Ro Rosa en ik, maar ook eigenlijk alle doubles, want er zitten best wel wat personages in die een jonge en oudere versie hebben. Dat is echt straf. Zo bijvoorbeeld Simon van Buiten en Matthijs, uh, Spencer en Anthony, dat zijn allemaal wel, als je dat ziet... Dat, ja, en zeker in personages van bijvoorbeeld Anthony en Spencer, die hebben heel korte tijd om die link te leggen. Dat is zo... Je ziet Spencer Bogart, denk ik, misschien een minuut. En die erkenning is daar direct, dus dat is echt wel straf gedaan. Maar ja, wij hebben veel... Ik heb Rosa veel bestudeerd. Heel veel uh, samen naar elkaar gekeken. Um, scènes, uh, scènes spelen en die elke ombeurt spelen. Maar ook heel erg... Haar lichaamstaal is totaal anders dan de mijne. De manier dat ze... Zij, zij heeft een Antwerpse accent, dus haar accent sowieso ook over moeten nemen, zo... Echt wel zo duiken in een ander lichaam bijna. Ja. En dat vond ik wel supercool om te doen, want daarvoor had ik vooral bijvoorbeeld zoiets als de twaalf, vond ik zalig om te spelen. Um, maar dat is zo'n rol die, die heel erg vanuit mezelf vertrok. Denk dat, en dat gebeurt vaak hè, als speler, dat je vanuit je eigen energie iets doet en dat is ook super leuk om te doen. Maar het smelt was daarin wel echt keer iets totaal anders. En dat was wel echt um, super fijn. Ja. Dat was ook het regiedebuut van Verle Bates, zelf een actrice. Ja, heb je daarin dat een zo. verschil gevoeld? Want maar, je bent net al gere geregisseerd geweest door verschillende regisseurs. Nu is het door een actrice die mm. ook regisseur is. daar een verschil in? in... Maar ik denk dat er een paar dingen zijn samengekomen. Het Smelt was ook de eerste keer. Of sinds eigenlijk mijn, de eerste rol die ik ooit heb gespeeld: Little Black Spiders, als ik 19 jaar was, door Patrice Toye. Het is sinds dan eigenlijk geleden dat ik zo'n mooie grote hoofdrol heb gekregen in een film. Uh, dus je hebt terug als je zo'n hoofdrol kunt spelen en zeker een verhaal dat zo emotioneel is je duikt samen met je regisseur in een emotioneel verhaal en dat, ik vind dat echt, er is niets leuker dan dat om te doen je, ga zo, je zit samen in een ja, geduikt duikt samen en dat was heel intens en super close Veel en ik komen ook vreugd overeen. we zijn ook echt vrienden geworden dus dat is echt zalig um, maar ik... dus dat is sowieso een heel groot cadeau maar tegelijkertijd ja je merkt wel echt dat vele al ik weet niet hoe lang dat ze al speelt maar het zal toch zeker uh, meer dan twintig jaar zijn dat is iemand die heel goed snapt wat dat is spelen en die daar zelf ook al heel veel over nagedacht heeft en daar heel veel aanpakken in heeft en ik denk dat zij heeft me heel veel ze heeft me super veel geleerd op vlak van spelen en zo en op dat vlak misschien wel de de regisseur die mij daar het meest Nieuwe dingen in heeft aangereikt of zo, of het meest en heeft uitgedaagd. Dat is wel een cadeau. Zo, ze heeft mij wel gepusht, maar op een goede manier. En ik uh, vind het wel altijd cool als je als een klein beetje over je grenzen gaat. Allee, we praten de laatste heel veel als maatschappij over je grenzen bewaken, maar soms moeten ze ook wel een klein beetje over Ja, een beetje uitdagen, omdat je soms ja. misschien in je veilige kon. Dus ja, zitten. en dat is, maar het smelt voor mij wel echt gebeurd als speler, en dat was wel echt. Ook ja. door velen. Hoe, hoe benadert je dat dan? Want we hebben dat al aan een paar acteurs natuurlijk gevraagd en er begint zo een beetje een lijn te zitten. Maar inderdaad, je moet daar iets redelijk heftig spelen. Hè? Iemand die, die misbruikt, een trauma misdelen, yeah. die traumas die die, uh, die gemaakt worden. Nu je komt op de set toe, niet getraumatiseerd. Hoe, hoe gaat je daar dan naartoe? Hoe je... Ik denk dat je zo, <tus> uh, ik denk dat dat voor heel veel mensen hetzelfde terugkomt, maar dat dat je je hebt een voorbereiding nodig. En dat, dat, dat is niet alleen repeteren. Want eigenlijk hebben we ook niet zo crazy veel gerepeteerd met de scènes, maar we hebben vooral heel veel um, samen, we zijn superveel samen geweest. Veel en ik zijn ook met ons twee keer op weekend zelfs geweest en zo. Maar dan ook bijvoorbeeld momenten dat je uh, echt belt met iemand die werkt voor um, de zelfmoordlijn, heel lang gebeld, maar bijvoorbeeld ook met mensen die werken voor. Um, spoeddiensten die al heel vaak mensen hebben moeten uh, ja, mensen hebben gevonden die zichzelf hebben uh, opgehangen of allee, bon, dat is een heftig ding om te zeggen, maar daar gaat de film ook wel over. Dus dat ook echt aangaan, daar, daarmee babbelen en daar ook echt dingen over weten, dat, dat snappen wat dat is. En niet gewoon um, het scenario lezen, maar veel dieper dan dat gaan. Je hebt ook wel samen films gekeken, heb ik geleerd. We hebben samen veel films gekeken. We hebben heel veel naar Vesten gekeken, Allee, Heel veel. We hebben daar wel veel naar verwezen. Vesten uh, is. Dat ja, is Dogma, dacht ik. Ja, en dat is de film waarin dat iemand uh, ook op een bepaald moment, net als Eva in de film, recht staat om te zeggen wat er gebeurd is. Eva doet dat op een andere manier. Maar die scène is wel heel erg verbonden geweest voor ons twee. Um... Maar veel is dan ook zo'n die zo zegt. Uh, ja, voor die scène kunnen we ook een klein beetje Kill Bill denken. Hè? En of voor die scène zei hij eigenlijk ook zo'n. Hoe noemt dat Charlotte? Zo'n uh, zo ding dat zichzelf opbouwt. Uh, uh, nee, ah, een. Ah, een Transformer. Zo. Dus dan plots zijn we ook op set van smelt en zeggen: nu moet hij Transformers spelen. Leuk! <laughs> Tran Denk Transformer. Dat was wel echt zalig, ja. Ja, ja echt dat. Is Denk Transformer cool. en, en, en op het einde, als je aan je auto staat, dan ben terug helemaal opgebouwd. Je bent zo. Oké, okay, oké. Okay, het is een leuke manier in. van communiceren wel. Allee. Ja, maar ik vind dat... Maar je moet het wel vertaald krijgen, je moet het wel gespeeld krijgen. Ja. En dat is dan inderdaad wel knap, dat je ja. met die termen dan inderdaad, van dat een beetje los te koppelen daarvan, van dat zware, meer naar dat licht is dus en dan. zit niet alleen maar in. We hebben ook echt lang gedacht en Dat is zo'n statisch personage, die Eva in het heden. Je moet daar ook wel sympathie op een of andere manier voor krijgen als kijker. En we hebben dat wel geprobeerd door daar kracht in te steken. En die kracht zit ergens wel in een soort van superhero Killbill vibe die we soms hebben. De kijker gaat dan uitzien, maar voor ons was dat wel soms een referentie. Ik ja. vond dat wel, er zit kracht in haar, maar het is gewoon zo. ik had gewoon de hele tijd het gevoel van: ik wil even adopteren, ik wil haar knuffels geven. Dat snap je? Ja. Ik. ja. Dat ik, want ik heb hem gezien en, en dat was echt zo een paar dagen voordat ik naar therapie ging. En ik was echt, ik was de hele tijd aan het wenen. Goh, omdat Ja, omdat. Amai, ik word daar bijna emotioneel van. Nee. Laat het gaan, laat het gaan. <laughs> uh, nee, ik vond dat wel, want ik dacht dan zo: allez, ben ik nu de enige die aan het wenen is of zo? Uh, maar dat is omdat je zo voelt dat zij zo alleen is. Ja, dat schroot, die eenzaamheid. Ja. Ja. Ik had, dat, ik had dat over het laatst, ook in, in de cinema, of enfin, over laatste twee maanden of drie maanden geleden, zijn we naar uh, The Whale gaan kijken. Oh, um, en dus. <laughs> ja. ik, was met mijn, ik was daar met mijn vriendin en we keken naar die film. En uh, ja, die komt binnen en oh, daar komt binnen geslikt en sliep dat op het einde tot, ge, tot een soort van hoogtepunt komt. En die film stopt ook op een, op een redelijk dramatisch hoogtepunt. Mm -hmm. Zeer mooi. En iedereen in die, in die zaal was stil. Iedereen bleef zitten en gooide zo'n paar sneakjes komen. En achter mij zat een Hollandse koppel. En de zaal liep zo heel, ja, Allee, heel rustig leeg en iedereen was zo een beetje bedaard. En de Hollandse koppel zo... Nou, stel je voor dat je hier op een date zit... Wegsfeer. Ja, maar... <laughs> En dat was dan wel zo'n ijsbreker ook voor ons. Want even wij zaten daar ook zo'n beetje. zo even deugd om Ja, de ook wel even ja. zo in, Ja, inderdaad, wij gingen dan nog iets gaan drinken. Ja, ja, maar dat drankje maar... heb je dan ook wel nodig. Ja. Of even dan nog hoeven maar dat breiden, is wel wat en... goede films met u doen. Is u ja. bewegen natuurlijk. Dan moet u goed kunstwerk ook doen. Moet u bewegen, moet u iets, iets geven. En, en dat is dan. Uh, met zulke yeah. films wel. wel maar hoe, wel. hoe laat je dat dan? Want ik, heb, ik had dan ergens ook gezien dat je dan bijvoorbeeld. uw haar was dan stijler door een soort van behandelingkuur of zo. maar je hebt echt veel opgezocht. <laughs> We doen ons weg, I niet. know. <laughs> Zalig. Nee, maar ja. en dat dat ook nog lang in u. Dus dat dat niet zo snel wegging na de opnames. Ja. En dat dat daardoor misschien ook wel moeilijker was om je personage wat. Ja, dat was, was wel. Ik heb daar eigenlijk. Ik heb heel lang zo als acteur zo zeggen. Acteren is zo zwaar, en is het is emotioneel zo zwaar, dan ik ik langzaam bedacht, oh, echt, stop met zagen, doe het gewoon, wij doen dat gewoon, dat valt wel. En zo, ik, na de draaiperiode van het Smelt dacht ik, mm, ik moet misschien <laughs> toch even een paar excuses sturen naar mensen waarin ik gezegd heb, doe niet zo belangrijk <laughs> voor <over> jezelf, <laughs> want ik heb echt wel even afgezien daar. Allee, Afgezien, ja, je bent wel in een periode dat je hebt zo lang Gedaan, het zo lang dat, dat wel, je gezet dat, dat niet, maar je, je, ja, je speelt het wel, dus je, je moet het ergens het, wel vinden. Ja. Dus je wordt dat inderdaad toch je wel. Je beleeft beboek, het, ja. je beleeft die dingen allemaal. En ik ja. heb dat ergens met die Juliette ook gehad, die nu in maart op tv komt. Dat is, zo, dat is een totaal ander personage, maar die heeft ook wel zo best wel een grote zwaarte voor haar. Die loopt ook redelijk nors en cynisch in de wereld rond. en zo. Ik was na die draaipiroor ook zo klemmig meer van. Ja, nee, laat me maar. Laat me maar, laat me maar. Zo een hm. beetje meer naar achter en zo. Laat me maar met rust, laat me maar alleen. Um, ja, vertel daar eens iets over. over um, een, 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 een nieuw project dan? Ja, politiereaks, ja, waar we een een beetje brugget aan het maken. Ja, dat ja? Is ja. mooi gedaan. Dat is een deal. Dank u. <laughs> maar misschien was ja, maar het te goede moment. Ja, wat was het goede moment? Ik vind het ideaal. <laughs> Ik vertel Ik. daar een keer over. Ja, de nieuwe politiereaks op TV1. Ja, dus Juliette is een nieuwe. sorry. TV1. Ja, ja, je, moet, eh, maar je moet VRT1 zeggen. Ah, nu, VRT1? Ja, ja, ja. Het is daarom dat je even in de war zit. Ja, ja, ja Ik was het. ook in de war hoor. Ja. Het juist. Maar het is ja. VRT1. Ja. VRT1. Um, ben wel blij dat het terugkomt. Ja, ik ja. vond het ook altijd zeer fijn. Uh, om naar TV1 was nog altijd het leukste wel. Ja, er is ook een tijdje geweest dat ze gewoon één waren. VRT4, ja. En dan, één, dan was dan vier vond vier ik goede periode. Maar het is dus op VRT1. Het is op VRT1. Yes. Yes. Zondagavond yes. vanaf 3 maart. <laughs> we uh, Juliette, is, <laughs> Juliette is een, een politieagent. Uh, en uh, de reeks gaat dus over politieagenten. Die, um, zij komt van de Haan, maar ze is verhuisd naar Brussel door allemaal persoonlijke shit die jullie allemaal zullen ontdekken als je ernaar kijkt. Maar het moment dat we haar leren kennen, moet ze terugkeren naar de Haan door uh, een familieproblematiek. Ze moet iets oplossen. Haar nichtje heeft geen voogd meer en zij is de first in line om haar voogd te zijn. Dus ze moet, da, ze moet daarmee dealen. Dus ze komt terug voor dat meisje. Um, die trouwens ongelooflijk speelt, Amber Naert. Ze is echt zalig. Ze is nu, ik weet niet oud dat hij is, 17, 18. Maar we hebben zo goed samengespeeld. Dat was echt heel, heel leuk. Maar dus Juliette zit in de haan, moet daar dan toch langer blijven en beslist om daar dan maar beter iets nuttigs te doen, dus daar ook te gaan werken. Uh, en ze is rechercheur. En je komt tijdens de reeks, uh, zoals een echte goede politie. Kom je drie cases tegen die zij gaat oplossen voor jullie? Mm -hmm. Dat is goed. Pittig, ja. oké. Okay. <laughs> um, en, uh, en ondertussen zit ze maar leven daar. En wat dat heel schoon is aan de reeks, vind ik dat ook heel erg gaat over ja, de verantwoordelijkheid die je wilt dragen, de zelfopoffering, voor zorg. Voor, het is, ze zit in een soort van. Dat meisje is, is te, te, te oud om haar dochter te zijn, maar ook te jong uh, om, om haar. Om, ze kan geen grote zus meer zijn. Dus ze zit zo tussen die grote zus- en moederrol. Uh, en ze is daar ook zelf heel erg mee aan het struggelen. Want we zien haar ook redelijk snel flashbacks hebben naar een auto-ongeluk. dat zij ooit zelf heeft meegemaakt met haar moeder, waar ze haar moeder ook bij verloren is. Dus er zijn zo van alle. De haan is zo de plek waar ze eigenlijk de haan is niet, niet goed. naartoe moet gaan. Want er is, of misschien juist wel om um, reckoning with the past of zo. Maar dus dat, dat gebeurt wel allemaal Ook in een haar hoofd. Ook een beetje Eva van het smelten. In een way, ja, dat is waar. Mm -hmm. Is, en, uh, ja. Heb je dan West-Vlaams moeten.? Jawel, ah, ik denk het mij ook al ja. Klap je ah, ja. West-Vlaams? Ja, maar Juliette spreekt West-Vlaams, ik niet. <laughs> Damn! Maar toch echt, ik heb daar lang over nagedacht. Want anders dacht ik, oh nee, ik ga heel hele tijd zo. Doe ik iets in het West-Vlaams? Ah. <laughs> dat gingen we echt vragen uh, dat was ja, ah, ja? vraag. ik ga het niet ja. doen. Ja. Ben nee. Ik ben te beschaamd. Ik kan alleen als ik Juliette. Als ik speel. Maar als wij nu allemaal West-Vlaams praten. Ja, dan... Zijn ze west vlaams Nee, mijn ah, vader nee. is west vlaams allee, ik heb ja, roots daar. ik wist het. Ik ik dacht dat hij, daar, uh, ja, Dus je zit in de buurt. Ja, nee. Mijn vader, mijn vader, dan... is afkomstig van. Allee, de familie van mijn vader is afkomstig van Knokke. Dus we hebben zo een kant van de familie die West-Vlaams praat. En telkens probeer ik vaak ook als ik met West-Vlaamse praat van daarna te doen, maar dat, je slaagt altijd je veel... op een gegeven moment een bal. Ja, valt. maar je niet Marken. veel. leuk. Ja. De... Ah, wel, maar Kort... het moeilijkste was. Ja. Zeg eens altijd is de ja, omdat je het Jaak, ja jouw, jouw. ja ja het is altijd dus ja ik Maar is dat is jaak. Dus voor mij niet zo yes. moeilijk want dat zit dat is exact dezelfde regels bij het accent van waar dat ik vandaan kom en dat is Locristi ja, dus de rand van Gent maar zo boers. Ja. En dat is ook een jak jouw <laughs> Ja, die rand echt, ken ik ook heel goed. Dus dat zit daar ja. die regels die vind ja. ik dus eigenlijk niet moeilijk. Ja was vooral moeilijk om te beslissen wat voor West-Vlaams spreken. Wat gaan we doen? Ik bedoel je kunt. Ja, die, ja. Heel hard gaan voor dat lokaal de Haan, maar dat is echt heftig. Ik bedoel dat is echt all the way. Ja. Allee, allee, dat gaat we ja, Dat zou ja, dat weet weet niet. Zetje, misschien, ja. misschien op een dag, maar ja. ik was daar niet klaar voor. Nee, keer. Maar dan ook ja, ze is ook wel een, een jonge vrouw die dan ook nog een keer tien jaar in Brussel heeft gewerkt. Dus dat West-Vlaams is wel vervormd naar een soort van algemeen Nederlands-West-Vlaams. Ja. Ja. Socialect. Uh, ja, uh, zoals ja, ja. veel West-Vlaamse vrienden van ja. mij praten, ook een soort van. Ja, zoals ik dus je zelf zou praten, moest je daar twee jaar gaan wonen, dat je daar zo bij Ja, waar... sorry, maar als je ja, wanken, en, he... ah, wel, we he... van de haan naar Brussel gaat... Ah wel, Ah wel, dus we hebben... Wat hier gezegd? Dat dus... Ik moet he... niet doen, en nee. dan doen we het toch. Ja, goed. Uh. <laughs> maar dus... hij was verkeerd. Ja, ik was super verkeerd. dat is <laughs> Ja, ja. <laughs> ja, laat mij verbeteren. Dan ja. kan ik direct... Dat, dat doe ik wel ja. graag. Nee, het is zo. Ehm... <laughs> <Ja. laughs> um... Maar dus ja, ik heb dat gedaan. Ja. Ik, ik, ik ben klaar voor allemaal West-Vlamingen die zeggen het wat heb je gedaan met mijn accent, mm -hmm. uh, waarvoor uh, mijn excuses. Maar ik denk, uh, ik heb het wel heel veel gecheckt. En echt bij veel hardcore West Vlamingen. En er waren er een paar, zo, bijvoorbeeld zo mijn draaidag met Pieter Preter. was ik mega zenuwachtig voor. Want dat is echt zo'n hardcore West Vlaming die ik ook enorm respecteer. <laughs> Ik dacht echt, wow, voor mij is het wel heftig dat ik zo bij u in het West-Vlaams gespeeld spelen En de, het moment dat ik zo van hem een bevestiging kreeg, ofwel heeft hij dat gedaan gewoon om mij goed te doen voelen, want ja, wat kunnen doen? Op de set zelf zeggen, meisje, trek het punt. is niet goed. <laughs> um, maar dat heeft hij niet gedaan en dat was, dat was wel tof. Maar ja, bon, dus ik had een coach en we hebben, dat, ja, we hebben daar lang aan gewerkt, ja, lange... West-Vlaamse taalsessies en oefeningen en heel die tekst laten inspreken. En, en het leukste moment, of het belangrijkste, denk ik, voor mij was als ik in De Haan was voor de draaiperiode, dat ik wel zo in restaurants en cafés waar dat ze mij niet kennen, of, zo, uh, of vaak, ook meestal als ik alleen was, of in de bakker of zo, whatever, dat ik dat in het West-Vlaams heb gedaan. De bestellingen en zo. Goeie oefeningen dan, ja. Dat kan ook dat wel gewoon ik... zijn dat die zoiets hebben. We gaan die niet verbeteren, want die, Misschien... voor bedre, want ja, die betaalt. Misschien... Maar jij beledigt ons. Ja. Zeg Misschien. <laughs> dat, dat, dus is ik je, heb is... daar nooit... Maar voor mij was dat wel een belangrijke stap. Omdat ja. zo. zo... Eigenlijk is de dat vooral... moeten moet je 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 over... Ja. Of moet soort... En dat bedoel ik ook weer met zo'n grenzen. Dat je zo... Ik heb mezelf nooit... Um, ik ben nooit zo'n goede imitator of moppetapper met stemmetjes of accenten doen, dat was eigenlijk nooit echt mijn ding. Dus ik vind het wel crazy dat ik op twee jaar tijd in het Antwerps en in het West-Vlaams heb gespeeld. Ja. Ik had dat echt ja. nooit gedacht. Ja. Maar ik zou minder ziek hebben van het Antwerps dan van het West-Vlaams. ik, ja, weet, dat niet, ik weet dat niet. Ik vind dat, dat in het Antwerps ook wel heftig. Zo. Ik zou daar minder bang van. Het, maar, denk, maar ja, je door... spreekt bijna Antwerps. Ja. Allee, ik bedoel, jij ja, zit in de buurt van Antwerps. Ik ben eigenlijk van, van het Brusselse, dus ik zou zeggen dat ik eerder een Brusselse accent heb. Maar... Ja, het is waar, Hij zit Brusselse. Ja, 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 ja maar nee, Antwerps. dat is oké, okay, okay. <laughs> um, Maar ik, ik zou denken omdat zo dat, dat West-Vlaams dat, zo... dat, dat is in de richting dat Dat is in de richting van West-Vlaams. Ja, maar het is ja. ook niet... Brussels in de richting van Antwerps. Ja, maar het is ook niet raar of zo, dat je daar wat Brusselse woorden in hebt, maar dat West-Vlaams dat wordt zo bewaakt of zo. Dat is zo bijna een. is een vierheid over van. Ik, ik klap plat West-Vlaams of ben een echte daar. Ik heb dat ook wel zo'n beetje: er is wel zo'n beetje als de West-Vlaamse alliantie. Dat dat ook zo wel een beetje samenhangt. Je wordt daar niet altijd 100% in, in opgenomen of zo. Ja, ik heb er minder last van, maar dat is misschien... Het de de is met de Gentenaar. Ja, ja, ik ben ook van Gent. Dus... Ja, 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 Wij zitten wel. al... Ja, ja, Wij mogen er zijn daar nog We zijn bij. niet we ver van, we niet ver van, ver van, of van of elkaar. Veel nee, mensen wonen ook in Gent. <laughs> ja, exact. Misschien is het inderdaad tegen de Brusselaars. Dat kan. Maar, het is wel, maar nee, maar het is niet tegen de Brusselaars. En jij spreekt ook inderdaad geen Antwerps, maar je zit wel aan de andere kant van de de Vlaamse klank. Je ja. zit aan de kant van de Antwerpenaren in zo de scherpere i. Ja, de, 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 de klanken die ja. doorkomen in het West-Vlaams en in het Gent zitten die al veel meer van achter in onze mond. Ja, dat, ja is. dat is wel waar. En bij jullie zitten van voor. Dus dat is zo ja. wel het grote ja, misschien, ja, misschien is dat, wel, misschien is ja, dat wel, cool. wel iets mee te maken. Ik denk dat wel, zo. Ja. Ik denk dat wel. Maar, ja. En over Juliette, zijn er dus veel actiescènes die we mogen verwachten? Het, het is er, echt... Als je houdt van actie, sorry. Ik zeg nu al sorry. Nee? Er zitten echt niet veel actiescènes in. Is meer ik vind dat wel fijn. Ik vind, zo, dus je hebt geen, ik vind dat heel uh, leuk dat een van de grootste achtervolgingsscènes eindigt op zo'n sisser. En dat vind ik vrij cool dat <laughs> <hè>, zo denkt: <laughs> nu gaat het gebeuren. Het is zo ah shit, het is niet gelukt. <laughs> ja. Dat is realistisch, ja. Ja, <laughs> dat is wel ergens realistisch. Ze zitten veel, ze zitten veel wel in de toe. En ze zijn veel bezig en ze zijn aan het babbelen met mensen en aan het werken. Ja, ze zijn aan het, het werken. Maar er zit, wat, ik, wat ik wel echt schoon vind aan de reeks is dat er zit een grote rust in um, De Haan heeft wel echt zo die. Het is zo schoon daar. Het, het ziet er zo mooi uit. En er zit zo'n grote rust. Als die twee even van punt A naar punt B moeten wandelen, is dat wel in is dat een dan landschap dan... dat je denkt: oh my god, met is zo. Of... Ja, met Nebul Malat. Ja. 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 Dat, jouw... dat is wel leuk. Uh, dan politiepartner. Ja. ja. Smeen een buddy. Buddy was ook heel leuk om met hem te spelen. Hij is van Antwerpen naar West-Vlaams gegaan in accenten. Ja, ja. Ik, 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 ik twijfel dat niet niet het, het kan. He? Ja, ja, je deed het. <laughs> ik ben heel, heel benieuwd. Respect, respect <laughs> voor, uh, ja. voor hem natuurlijk om, om dat te doen. Um, nu, we hebben ook nog iets uh, voor jou. Um, iets dat we aan alle gasten geven. Een soort van uh, fan merchandise. Ja. Dat uh, is okay. Dat hebben... Ik zag er al zo'n hoopje liggen. Ik ben ah, heel benieuwd. Wacht, we hebben er dus twee verschillende. <laughs> ja. De eerste is voor echt van jou, voor jou. <laughs> een t-shirt van jou. Ja. <laughs> Merchandising. Om aan iemand te geven, om mee rond te lopen. Oh my god. Ja. Ja. ik vind het, okay, prachtig. Moet ik het aan de camera? Ja, ja, zeker en vast. Wauw, maar daar ja. kan ik toch niet zelf mee rondlopen? Jawel hoor. Ja, slapen, slapen. schilderen, dus koken. een t-shirt. Ja, we, we, we doen ons best. En we hebben er ook nog een andere mee. Want je bestie je is bestie ook langs geweest. Is, langs. Is, ja, is oh, Anemone. Anemone. Yes. En dan kan, jij, dan kan jij wel rondlopen met een t-shirt yeah. van Anemone. En, yeah. en zij met een t-shirt van oh, yo. jou. Oh ja. joh. En heeft zei een van mij? Nee, ja, maar die, die, je kan die van jou dan geven, of er is misschien nog een tweede. Nee, we, we fixen dat en we geven dat aan. Oh. oh my god, ja, ja. Fix dat, alsjeblieft. Ja, dat kunnen we wel. Ik doen. ga deze T-shirt zo graag <laughs> dragen. <laughs> oh, zo dat is mooi. Ja. Nu op jouw T-shirt staan, dank u, dank u. Dank um, u. Staan wel drie uh, rollen. Uh, we hebben al over veel gepraat. Ja. Um, maar welke staan er op die van jou? We hebben de twaalf. Juliette en het smelt. Ja. En Girolamo. En grond, grond. Ah, en die grond. Is, dan was ik een beetje Brussels. Ja, ja, ja. goed. Da, eigenlijk, want je zegt, die kan niet goed ja. imiteren, maar dan is, is het zwaar. wel eigenlijk je ding. Multitalent, Brussel. ja. Brussel. Brussel, Maar ja, zo wat Brussel uit de mouw geschud. Ja, Brussel. Ja, voilà. Dat dus ah. is niet zij. dat is echt he? wel subtiel, ja. 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 Ja, maar dat mag ook, dat subtiel. Sub dat ook niet sub zo. We is niet mijn middle name. Ja, we zijn niet <laughs> nee, zo Nee, van Grond, dat vond ik wel tof ook. Ja, dat was met uh, Adil en Bilal. Ja. Regie, uh, ja. En Mathieu Mortelmans. Ja. ja. Uh, en Bart Kermans speelde daar. Yassine ja. ja. Ja, was dan jouw partner daarin. Ja. Met een Love lover, interest. Lover boy. Dat vond ik wel leuk, zo'n keer iets spelen met een Love Interest. Ik wil dat nooit spelen. Je was zo in de 12 was was Ah ja, dat is waar. Maar dat was een beetje toxisch. Ja, dat was ook een klein beetje toxisch. Tom Vermeer. Ah ja, Tom Vermeer, ja. Maar wacht, wacht. wat zeg ik? Nee, dat was toch niet Was dat toxisch? Was dat niet een beetje toxisch? Nee, dat vond ik niet. Nee, dat was geen lefont, maar kan me in in Titus toch niet? Nee, die waren toxisch. Die waren keihard toxisch. Nee, ik denk dat zo. Zij was in de jury met Tom en. Tom had iets. Je ja, ja, moet altijd die spoilers. Ja. Kijk, het gaat een spoiler komen. Er klopte uh, toch iets niet? Nee, er was, ze hadden alle twee een trauma meegemaakt. Ja, en, dat heeft ons en daarin verbonden, ah, waren dat? ze verbonden. Ja. Het was niet toxisch. Nee, het was heel mooi. Het <laughs> was niet toxisch. Ja, ik dacht er al, <laughs> nee, een, een bijkomende nee. factor maar was dat niet. Dat is wel al lang um, geleden, dus misschien. Moet ik daar toch nog een keer naar kijken om te checken of het nu toch niet toxisch is? Ja, maar nu maar ik ben denk ik verkeerd. Het niet. Misschien heb ik dat zo opgenomen. Ja, er was daar een heel toxische relatie. En dat ja, was I know, Dat was erg toxisch. Ja, dat was overdreven. Ja, ja. Maar ja, dat, zij vonden eigenlijk... Want zij hebben elkaar eigenlijk verbeterd. Ze hebben elkaar troost gevonden in elkaar. Was dat zo, ja? Ja, en uiteindelijk... Eerlijk duurt het langst. Dat is waar. En je hebt niet, niet veel gespoyd, toch niet? Dat was ook een love interest, dat is waar. Ja, en zeer yeah. mooi. Maar was hij echt... dan... Heb ik dat ja, dan zo slecht onthouden? Had hij geen relatie dan of zo? Er was... Ah, dat kan wel, dat weet ik goed. Ik denk dat Was er echt zo geen overspel was. Nee, bij... nee, hij ah. was uh, net uit elkaar met zijn ah. vrouw. Ja. Was was hij dat? Zijn, ze, zijn ze al rollend met haar ogen, dus dat ze even moest nadenken. Voor de luisteraars. Jawel, jawel, jawel. Ja. Ik denk ja. het wel. Oké. Okay. Ja. Bon, ik zal het u... zo nog een keer aan de orde. Hey Tom, was het toxisch of niet? <laughs> Waren wij toxisch? Waren wij toxisch? Sorry, ik, ik, ik heb het zo niet ervaren. Maar nee. dit het was ja, okay. het is wel dus, echt. Dank je voor de t-shirt. Met Yassine was het een andere vibe. Dus dat ja. was de bestie van, van jouw broer in de serie. Ja. Ja. Maar misschien was dat was zo het, het, wat het dichtste komt bij zo'n beeld dat je hebt: in zo'n American High School series, love interest vibe. Dat mocht ik even doen in grond. – Maar schrijf dan een keer neer. American series... High school a, a series, series love, love interest, interest vibe. Maar het was wel die... Die vibe, ja, tuurlijk. Daar hebben we het vaak over, over de high school sweethearts Roast, yeah, love so, interest yeah, love vibe. Interest. Maar ja. ja, we zijn daarop, ik, ben daarop, allee, ik ben daarop groot geworden, op die vibe. Ja. Ik wou alleen maar naar die vibe kijken. Ja. Ja, dat heeft dus... alle verwachtingen wel. Even waarover ging de reeks? Vlug dat we. Dat, dat grond de... grond ja. gaat over uh, uh, een Brusselse familie, een begrafenisondernemersfamilie. Uh, die een geniaal idee hebben om grond vanuit Marokko naar België te halen. Omdat heel veel moslims graag in grond, heilige grond van thuisland willen begraven worden. Dat is ook effectief een business, dat die dan worden overgevlogen. En die gasten denken, nee, nee, we hebben een idee. We halen die grond gewoon naar hier. Geniale pitch. Um, en dat is ook wat er effectief gebeurt. En dat zijn twee gasten die dat... Ja, sinds speelt het hoofdpersonage samen met zijn beste maat, Wart Kerremans. Uh, zo twee patsers eigenlijk, die denken, ja, we gaan, uh, wij gaan dat fixen. En die eigenlijk along the way heel de tijd ook een beetje... Trial and error Snel geweest. rijk willen worden uh, en ambitieus en... ja en dan heel de hele tijd dingen tegenkomen en dan ja. toch miserie en in de grond is dan toch fouten grond. grond is dan toch grond op bot mee te bakken of ik weet niet. Er is van alles met grond en, en uh, wat wel fijn is, dat is geschreven door Suzu uh, Benchika en um, Dries Heineman van Bevergem. En die twee ook. ja en dat is dus ook het Bevergem team en dat is ja daar zit wel zot veel zalige humor in die Emily Droos speelt daar ook een fantastische rol in, samen met Dries Heineman. Uh, dus het zijn wel echt leuke personages in die reeks. Dus het was ook wel leuk om op te nemen samen met die ploeg. Ja, dat was, en dat was voor mij ook echt uitzonderlijk. Want dat was een van de eerste uh, sets die mochten, die door hebben gewerkt na COVID. Of tijdens COVID. En ik weet dat wij zo. Ik weet niet of je het gezien hebt, grond ooit, maar dat is zo, je hebt zo'n rooftop-party. Dat moest allemaal uit elkaar staan. Nee, wij mochten, want we waren allemaal getest. Maar er was de periode dat, we, dat echt ah, ja. niemand iets mocht doen. Dat je echt ook nog moest thuisblijven. Dat er, dat er geen cafés open waren of niet. Oh, wow. En wij mochten plots s nachts dansen. Op een dak. Dat een ik zo raar. Maar ja. de, nee, jongen, dat was zalig. Dat was totaal niet raar. Dat was echt zo. Thuiskomen. komen ja. Ja, ja. even samen bij mensen. De rest van en dansen. ons zat depressief te wezen ja, We wel een klein beetje In onze appartementjes. Ja. Ja. Ja, ja. Dat was echt zo, sorry. Dan gaan is dat wel extra doen. verbindend, gewoon om dan samen te zijn. Ja, maar bon, dat was ook wel veel gedoe inderdaad, elke dag testen, afstandsregels. Heel ja, die goed stokken, Oh die Ja, dat valt als al ja. lang mag... ver verleden, maar dat is oh, niet ja. zo lang geleden. Nee, ik, nee, ik, weet ik weet nog het. tijdens die periode dat, dat ik naar tv keek en dat je zag mensen dichtbij staan. je dacht oh, dat mag niet. En ik vind het nu super hatelijk als er heruitzendingen zijn van mensen en je ziet dat die met die mondmaskers rondlopen. Is er toch ergens daar iets, iets zuur aan of zo. Oh ja, nee, die zot, periode die wil ik niet ja. terug. Ja. Dat is een, geen leuke een, periode. Nee. Ja, een, een algemeen trauma aan overgaan. Ja ik, denk ja, dat denk ja, dat maar ja, ik denk dat er best wel nog wat over kan gezegd worden, maar dat we er nog te dicht op zitten. Ja, ja. het is too soon misschien nog. Ja, ja. Maar waarvoor het niet too soon is, zijn onze fantastische uh, balletjes. Oh, ja, uh, o, 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 je een Ja, dank u. <laughs> uh, naast jou <laughs> zie je een kom staan. Met daarop een foto um, van. Uh, Portret de la Jeune feu ja. met jouw hoofd erop. Had je het al door of My zie dream, het nu pas? ja, ik had het al gezien. <laughs> okay. het maar jij wilt eigenlijk dat graag gezien. spelen, hè? Dat zal wel, want een ja. droomrol. Ja, ja um, goed. Ik vind en het goed. In die glazen uh, bol zitten kleine bolletjes. daar mag je uh, eentje uitkiezen. Eentje. Daar zit een, ja, een vraag in en um, ja, daar willen we graag een antwoord op hebben, natuurlijk. Grappig Goe maar. goed, goed, goed draaien, een keer. Voilà. Ja, ik weet niet wat dat uh, gaat geven. Maar... Ja, ik ben ook echt benieuwd. Als je het geen leuke vraag vindt, mocht je ook altijd een andere nemen. Hè? Oef. Maar wel maar één keer. Dan moet je de tweede, moet je dan wel altijd De tweede moet je wel Oké, okay, goed dat je dat erbij zegt. Ja. In welke fictieve wereld zou jij wel kunnen en willen leven? Toffe vraag. <laughs> En nu graag je antwoord. Nee, hij mag direct. En even. nu, nu <laughs> mag het komen. Of niet te lang stil, alsjeblieft. Nee, uh, dat is moeilijk, hè? Uh, into, into fantasy of kostuums ah, of zo. Ik zat direct in Lord of the Rings, maar dan ah, was ja. ik aan het afwegen dat het eigenlijk niet zo leuk is daar. Ah, in was daar ook. was daar ook van, van hè? Van ja, dat ja, ja, die had, dat, die had ook maar veel ik gezien. Ik heb heel graag. Ik ben wel, ja, zo, ik ben verslaafd geweest aan Harry Potter bijvoorbeeld als ah, puber, ja. ben ik zo, ja. Die boeken dan voor de films vond ik ook wel leuk, maar ik had al die boeken niet. Maar wie zou je in Harry Potter zijn dan? Oh ja, die Hermine. Hermine. Ah, maar dat zie ik wel nog. Ja, maar misschien zo. Leviosa. Leviosa. Eh maar nee, de Harry Potter wereld wil ik eigenlijk echt niet leven. Nee. nee. Veel gedoe, hè. veel de mentors. Maar ja, maar veel... Alsof dat... Je zegt dat zo alsof wij u dat hadden dat verplicht. Dus, nee, nee, nee. Nee, jij moet Voldemort verslaan, oké, Laat me niet in die wereld leven, alsjeblieft. Um... Nogthans, ja. ja. Ik vind zo Harry erg. Potter ook maar wat overschat. Ik, vind die elk ik ga saaie. iets toegeven, ik, ik heb maar één Harry Potter-film gezien. Ja, maar... ah, ja, maar of dat wel. Ja. Ik vind dat niet zo erg. Ja. Maar de boeken ook nooit gelezen? Nee, nee ik, heb, ik heb nogal een heel uh, zware vorm van dyslexie. Ah, oké. Okay. En uh, dus ik, ik ben nooit niet echt... Uh, Luisterboeken. Ja, ik doe dat, dat doe ik wel vaak. Uh, ja. Maar ik ben nooit niet echt gehoekt geraakt. Ik heb ook bijvoorbeeld problemen met uh, ondertitels te lezen soms. Ah, dus, ah ja. ja, dat is wel lastig. Ja, dus Engelse films... Ik praat Engels goed, dus ik kan dat dan gemakkelijk volgen. En Frans ook. Maar zo Spaans en zo in Casa de Papel, moet ik echt zo soms Wacht, ah, ja, ja. ja, dat gaat snel ook wel. Ja, 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 dus ja, ja dat is lastig. Ja. Heb je iets met kostuums? Titanic was ik. Ik ah, ja. ik maar echt als kind Amai, hè? Uh, ik wou echt op die een boot zijn en alles meemaken wat zij meemaakte. Inclusief, inclusief on Jack on back. Nee, Inclusief maar. het ondergaan van de boot. Wie zou er op uw... Oh. ik wou zo kindwens het zijn. Wie zou er op uw deur mogen liggen dan? Als je daar in de maar Leonardo bizarre... DiCaprio, okay. obviously. Ja? De jonge nog versie altijd. dan wel. Ja, misschien zelfs nog meer dan toen. Ik, ik heb ook een vriendin die, die, die nog altijd die hard fan is van, uh, van Leootje. Ja, ja, de... ja, maar veel... mijn generatie is daardoor getekend, denk ik. Ja. Onze gener... Allee, we zijn een beetje dezelfde generatie, denk ik. ja Vind je uh, we uh, we ik? Niet. Ja, ja, dat wij zo zijn? Ik denk dat wel... ik de oudste ben. Hoe zeg? je? Ah, oh, sorry. <laughs> Hij is jonger dan ik ben... mij, denk ik. Ja. Maar hoeveel jaar zit er tussen ons? Ik ben van 95. Ah, vijf jaar dat is niet zo. Ah, en vijf jaar ja. met mij. Dus, dus het... Ah, ja, dus is het tien jaar oh. jonger. Ja, okay. ja, ja. Ah ja. Dus, dat is ja, dus wij, zijn... Ja, wij zijn meer. Nee, wij zijn meer, ja. ja. Dus, maar... dus, dus mijn... ja. <laughs> ik zit eigenlijk okay. gewoon tussen jullie. Nee, dat is niet waar, hè? Ik zit gewoon tussen jullie. Nee, 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 ja. maar ik bedoel dat waarschijnlijk mijn vriendin op dezelfde golf van generatie heeft gestuurd, omdat er tien oh jaar tussen mijn vriendin ja, en mij nou, Ja, dezelfde golf. Voilà. Ja, bij Titanic. Bij de Titanic. Ik. Maar ja. ik, vind, ja, ik vind Kate en, en Leo wel allebei super. Maar dan, ik dan. Super, spreek... dan Nee, leuke acteurs. Nee, ik, vond ja. die, ik snap de, de hype wel daar rond. Maar dat ja. is echt als kind of zo. Dat is echt zo. Ik, uh... daar, rond de Titanic is ook zo'n vraagstuk. Als, of, dat, ja. of dat ze hem had kunnen redden op het stukje. Er werd gezegd van wel, hè? Ongelooflijk ja. veel zalige memes. Ja. En onderzoeken op ja, YouTube de Meatbusters hebben, on hebben onderzocht met James Cameron, denk ik zo. Fantastisch. Ja. ja, maar ook gewoon die de soundtrack. duur. Ja. ja, de soundtrack. Allee, maar ik had dat wel echt heel erg als, als kind, uh, en denk dat dat gewoon ook normaal is, want ik denk dat elk kind dat heeft, maar zo extreem willen leven in een film heb ik als kind wel echt veel ah, ja. gehad. Hebben jullie dat niet gehad? Zo. En was dat dan telkens als je ja. een nieuwe had gezien, of bleef je in nee, één ik dezelfde? Ik bleef dus heel lang in Pocahontas steken. Ik heb oh, heel ja, lang okay. echt zo zo de die zo blaadjes in de tuin en dan zo Pocahont, echt zo kleuren van de wereld. ja maar echt ja, maar. je blind voor alle kleuren echt oh dat is schattig ja John Smit uh, ja ik had dat bij Narnia dus we wel Ah ja voilà ik ja. Ah, ja. Ja. ja ja ik deed die ook na ik, ja, ja. ik was echt Lucy. Ik, heb, ik, heb wel, ik ben als kind gaan zien naar Romeo en Juliet met, oh. met uh, dinges. Oh, wow. En ik heb daar. Want we waren dat gaan zien met, zo, met, met nog een andere gast. En dan twee, twee uh, vriendinnetjes. En die wilden dat heel hard zien. En wij dachten zo een beetje: allee, wat voor een film. Maar er wordt er keihard geschoten en echt coole dingen gedaan. Dus ik weet ik toen we naar huis ben gegaan En met zo'n nietjesmachine, zo schuim door de lamp. Oh, was. Zo, <laughs> nietjes aan het schieten. Omdat ik dus ook heel hard daarin wou. Zalig. Uh, jij was dat aan het doen en ik was tegelijkertijd in mijn hoofd met Bijna. zo. je Vooral ik <laughs> ook wel hond aan het spelen. En <laughs> het zo waren allemaal bezig. Ja. <laughs> ja. En ik in een kast en dan doen alsof ja. ik bijna. Ja? Ja. Ja, ja. Veel fantasie wel allemaal. Ja. ja, maar wat dat goed is. Ja, en dan zo als puber komt dan zo de. De, uh, totale obsessie met al die romcoms en de, het, het totale en dat vind ik nu wel meer en meer ik kan daar eigenlijk niet meer naar kijken dat gaat niet meer. Ah, ja. die, zo films, alla, Love Actually en zo, dat gaat niet meer voor mij omdat ik echt denk dat die ons opgefukt hebben. Ja, dat is zo. Oké, okay, wacht, leg dat even eens uit. Want... Die hebben echt een bepaalde vorm van, van het spanning beeld de liefde. en liefde en beeld over de liefde en wat dat dan moet zijn en hoe dat je moet voelen. En ja, dat is verbaasd. Ja, maar niet alleen. Er is ook een soort verwachting gecreëerd door zo'n films. Ik heb het er echt mee gehad. Elke film die daar tegenin gaat, vind ik super interessant. En dat in De Maand van de Liefde, zeg. Um... Ja. 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 Dus, dus eigenlijk. Daarin is Doen shoot de perfecte Valentijnsfilm. <laughs> nee, maar... en Portrait de la Jeune Fiancée. En, ja, voilà. Weet je wat dat vooral zot is? Dat heel veel films vooral gaan over. Um, zij, het meisje is prachtig en de man heeft. Succes. En daardoor zijn ze zot verliefd op elkaar. Ja. <laughs> de prinses, het gewone nee, meisje en de prinses. Maar de je prince. merkt ook het verschil als er een uh, regie, regie is gedaan door een vrouw bij romcoms. Want dan is dat meer, nee, dat is wel vaker met een andere insteek en gevoeliger en meer ja, maar, diepgang. Ja, maar ja, vergeet ook dan ook dat klein beetje het kom-element, de, de comedie. Nee, er kan nou altijd veel comedie. Nee, nee, maar ik bedoel, in die dingen als je die er kijkt, dat je zou zeggen van ja, die zijn slecht. Dat ja, is comedy, Het gaat niet over Love Actually? Nee, maar ik heb het meer over een algemene tendens van uh, dat soort films. Dat ik, echt, ik heb daar superveel naar gekeken, hè, naar dat soort verhaallijnen. En eigenlijk zijn die altijd op dezelfde manier opgebouwd. Je hebt een personage dat, dat, dat bloedmooi is, maar zo lichtjes verloren rondloopt in de wereld, en een soort van savior nodig heeft, en die savior die is, heeft De succes, maar die heeft niet genoeg toegang tot zijn kwetsbaarheid en door, die, door het mooie meisje ontdekt hij dan ook wel een kwetsbare kant, maar uiteindelijk zal hij er wel zorg voor dragen. Dat is zot, hoe dat we daar... En dat gaat totaal niet over vrouwenvriendelijk of... Dat is gewoon liefdesonvriendelijk. Mm -hmm. dat, ik vind dat echt... Ik vind dat dat ons vrij blokkeert in al die andere vormen van manieren van verliefd worden en graag zien. En, dat is ja. en ik wil daar echt bewust niet meer naar kijken. Ik wil ah. dat, dat... Want dat... Films, ik ben zot van film ook omdat dat zo. Ik pak dat ook altijd vreemd mee. Ook als, daarom kan ik heel moeilijk naar horror kijken omdat dat veel te lang in mijn hoofd zit. En ik ben echt dan weken bang van zombies in mijn keuken, et cetera. Ja. Maar dat is hetzelfde met kijken naar liefdesfilms die mij de hele tijd een beeld geven van iets dat, dat mij nooit gaat overkomen of zo. Ja, het maar is, is dat. Dan, da? Is het dan niet ook leuk dat wij nu als onze generatie daar een ander in? Een ander Gegeven kunnen dat is mega leuk. Dat ja. is echt zalig. En er zijn portretten de Jean Fianfet is daar inderdaad een heel schoon voorbeeld van. Ja. Ja. Maar je hebt inderdaad zot veel films die daarin proberen. Want ik uh... denk ook altijd met die, met die films van dat we die wel moeten dat die wel mogen bestaan in hun tijdsgeest of dat dat, dat, ja, dat dat wel terugkijkt. Want bijvoorbeeld, ja, als je dat, ziet, dat zijn al die Disneyfilms ook, is altijd ja, het, het meisje dat dan plots aandacht krijgt van de prins. Ja, de, de, ja, ja, ja. De, de, de rijke, een succesvolle, mooie. Prinses. En je kan nu een prinses worden, want ja. hij is mooi. En, ze is... Maar dat en ik gij... snap dat dat, dat dat fout is en er moeten ook andere verhalen daarin. Maar binnen hun tijdsgeest kan ik dat wel plaatsen of zo. Ik denk niet dat dat... Maar ik zeg het vooral vanuit ja. wat, ik, wat ik nu voel in mijn leven, dat ik niet meer kan. Ik kan dat echt <laughs> niet meer gebruiken. <laughs> nee, <Ja. lacht> dat is echt waar. Ja, ja. Ik zie dat en ik denk: ha oh, ja, sorry, ik, ik heb iets anders nodig. Want... Je Denk ik wel met iets bezig, met een eigen verhaal, een eigen film. Ja. Maar dat is niet liefdesgerelateerd, dat gaat over een Gentse schrijfster, denk ik. Als ik het juist heb, dan. Hi, je... who is that girl? Oh, uh... <laughs> en ja, maar, ja. Eh, ja, maar hoe zit het daarmee? Hoe ver staat je daarmee? Ja, en... wel, ik, ik uh, ben echt aan iets bezig. Um ding is, ik zit daar nu vree. Dat is in de fase dat ik alleen achter mijn computer mij vree aan het amuseren ben. Wat dat wel echt straf is, want dat heb ik nog nooit gedaan. Of meegemaakt. Dat ik zelf aan het schrijven ben en alleen. En dat dat, elke keer, dat ik dat vind, mijn drive. Er is ook een producent die ik heel goed vind. Waar ik leuke gesprekken mee heb. Maar we zijn zo wat aan het daten. We zijn niet echt... We zijn nog niet committed. Dus het is zo pril, heel dit project. Ik uh, ben er echt... Bijna elke dag mee bezig, al zeker in mijn hoofd. Um, maar ik weet niet goed wat ik erover kan vertellen, omdat, omdat ik niet. Ik hoop, ik hoop dat het gebeurt. Ik, ik geloof er wel heel sterk in. Maar het is inderdaad gebaseerd op een verhaal en de figuur van Virginie Loveling. En Virginie Loveling is, uh, was twee maanden geleden 100 jaar overleden. Dus dat is een vrouw die geleefd heeft tussen 1870 en 1920, overleden denk ik, zoiets. 1923. Ah ja, 1923. Ja, uh, thanks. 24, ja. ja. Okay. Nee, nee, dat nee, nee, in december. Dat, ja. Ah, ja. Uh, maar uh, ze heeft ongelooflijk schone dingen geschreven en in het bijzonder één roman en die heet, uh, die roman is een revolverschot. En dat gaat over, kort gezegd over een vrouw die um, zodanig gek wordt van verlangen dat ze beslist om die neven te gaan neerschieten. Um, en ik ben daar iets mee aan het doen, ja. En waarom Kijk, oh. vind je dat dat, dat, dat verhaal dan betelenswaardig is? Ja, hoe kom je bij Virginie? Ah, wel, ik, heb, ik kom bij Virginie omdat ik uitgelezen gedaan heb. Uh, dat, was een, dat is een programma van vooruit, van 4.0.4. Dat je eigenlijk een soort boekenclub op podium. Ik heb dat al af en toe gedaan. Ik moest dat boek lezen, ik moest daarover babbelen. En dat was zo... Ik las dat en ik was daar helemaal zot van. En ik vind het altijd vrij straf als je dingen leest waarin dat je jezelf herkent. Maar dat is dan nog duizend keer straffer als je iets leest dat je zelf in herkent. We zitten 19, dus ja. meer in uh, Titanic-style, ja. jongens. Ah, oké. Okay. Ah, ja, ja, ja. Ah. Hey, gewoon nog ergens een zeilbootje inschrijven en ja. je ja. al. Hè. En ik ben er. Maar ja. moment moet okay. mijn Titanic aan het schrijven. Nee, ik... ik, ik, ik um, kijk, als het ooit letterlijk gebeurt, dan wil ik heel graag met jullie hier heel lang over praten, maar ik ben nu nog een beetje te verlegen erover. Oké, okay, dat is oké. Okay. <laughs> dus we, wat mogen we u eigenlijk allemaal toewensen? Dus dat dat project... Ja, dat Uit de datingfase gaat. Dan, dat zou wel echt leuk zijn, ja. Dat zou spannend zijn. Ja, dat mocht je me inderdaad wel toewensen. Zijn er nog dingen dat we je kunnen toewensen voor de toekomst? Veel succes met de nieuwe reeks op, op VRT1. Yes. Um, in de Haan. 3, 3 maart. Ja, 3 maart. Ja. En hoe lang kunnen we nog naar uh, het smelt gaan kijken in de cinema? Ah, wel, dat gedaan, is dus en. een goede vraag. Maar ik denk onze... dat het catalogus gedaan is. Ja. Ah ja, en komt er maar eens op een streamingplatform? Ah, bij zou ons, ons dan? Ah. Nee. Ah, ja, 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 voilà, ja dat is nu beschikbaar bij voilà. ons in de COD-catalogus. Ah, ja. voilà. Surprise, surprise. Perfect. <laughs> uh, Ik denk dat we dan stilgezamer zijn en dat we dan uh, mogen uh, Charlotte bedanken voor langs te komen. Ja, het is zo uh, snel was paper, heel leuk. Uh, ja, Hoe lang hebben... hebben we gebabbeld? Ah ja, toch een uur. Ja, toch een uur hoor. Dat komt mooi uit. Hè. En bedankt voor het en en uh, ja, <laughs> tot de volgende keer als je, uh, als je mijn nieuwe, nieuwe yeah. uh, projecten yeah. inzet. En een t-shirtje dragen en... volgende ja. keer. Oh my, ik ben zo blij met de t-shirt van Moenen. Alleen ook <laughs> van mezelf, hè, maar yeah. die ga ik echt schaamteloos durven dragen. Oké. Okay. Yeah. Ja, Top. Thank you. Graag gedaan. Graag gedaan. Dank je wel om hier te zijn. Merci. Dit was de vijfde aflevering van Vivla zijn met de geweldige Charlotte Bruine. Vond je het een leuke aflevering en ben je benieuwd naar de volgende gasten? Volg ons op onze socials en abonneer je op je favoriete podcastplatform. Merci om te luisteren en tot de volgende. Dag. 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 Leuk. Kijk hoe